we beginnen met een hele mooie instart van het spannend onderwerp waar we mee beginnen. En dat is een rally. Mooie beelden, spannende beelden ook van de rally. Twee Schiedammers die eraan meedoen. We hebben die beelden gezien. Hoe bijzonder was het om mee te doen? Heel bijzonder. Het was een aaneenschakeling van hoogtepunten. Ja. Je valt van het ene in het andere. We wisten van tevoren niet waar je naartoe ging. Ja, het doel is de Noordkaap, maar je weet nooit of je daar kan komen. Nee. Morgens kregen we coördinaten en je moest het maar uitzoeken hoe je daar ging komen, op welke manier. Er deden 43 teams mee en iedereen ging een andere kant op om extra punten te verzamelen. Kom je ergens aan, hebben ze ineens een krabviswedstrijdje georganiseerd. Je komt in ijshotels terecht. Ja, het is heel bijzonder. Ja. Je hebt het samen gedaan met je broer en ja. Ik zal even iets fout goed maken, want ik vergeet helemaal te zeggen wie er aan tafel zitten. Frank Schrij en Frans van Kruchten, goedemorgen allebei. Ja, al lang met de rally rijden bezig? Of? Nee, nou, heel recreatief. Ik heb een oldtimer en ik doe wel eens een rally in Vlaardingen. Maar dat is gewoon voor de fun. Dat is heel wat anders. Niet professioneel. Ja. Maar Navigate Noord is echt een goede organisatie. Die doen nu 5 jaar al rallies. En het is dus nu heel groot, 43 teams. Ja. Ja, heel, heel tof om daar aan mee te doen. Je zegt een oldtimer, wat voor een auto is dat? En hoe oud? Een Triumph Spitfire van 1977, maar dat is voor de duidelijkheid niet de auto waar we nu mee hebben gedaan voor de Navigate Noord. Nee. Hoe bijzonder was het om dat te doen? Hoe ben je daarin terechtgekomen? Want je zegt in Vlaardingen doen we het wel, maar dan is dit toch wel ineens een hele andere orde. Ja, een zakenrelatie wist dat wij van gemotoriseerde dingen houden. Motoren maakt allemaal niet uit, auto's, boten. En die heeft dus die rally gedaan. Die zei, dat is echt wat voor jullie. Ja. Dus vorig jaar heeft ons team Imtrans al meegedaan. Dat was mijn andere broer, Martijn Schrij. Voor een ander goed doel, Stichting Ambulancewens. Okay. En dat was zo succesvol dat wij zeiden, nou dan gaan wij nu ook. Niet alleen voor de fun, maar ook voor dat goede doel. Ja. En dat is campagne team Huntington geworden. Ja. Toen kwam die meneer naast je in beeld.
Yes. Goedemorgen. Ja. Al vaker geweest voor de Huntington. Ja, ik heb er al een paar keer gezeten. Ja. Ja. Het gaat goed met Huntington? Ja, landelijk staat de teller nu op 1,1 miljoen euro van de benodigde 4 miljoen. Oké. Okay. En ik heb ook nog een nieuwtje. Van de week ben ik eindelijk tot de eindsom gekomen. En de eindsom, je weet op de avond zelf, op 15 december, ja, had ik een voorlopig bedrag van 25.000 euro. Nou, kijk maar even, waar is de camera? Het is 30.000 euro geworden. Oké, en dat is van het benefietconcept. Ja. We zijn natuurlijk ontzettend blij mee. Ja. Ja, daar kwamen er wat nabranders, dus nooit weg, hè? Graag voor over. Nabranden hebben ze in de auto ook. Gewoon ze ook wel eens, hè, een nabranding. Ja, inderdaad. Dat maakt zo'n lekker racegeluidje dan. Ja. Want jullie hebben, hoe ben je gekomen? Jullie zijn een goed doel gaan doen. Hoe ben je bij Huntington terechtgekomen? Ja, via drie schrijven in ieder geval. Ik zit bij de Ronde Tafel Schiedam. Daar kwam het goede doel voorbij. Mm-hmm. En nou, ik dacht, het is een kanshebber. Want wij waren ook zoekende. Kijk, in eerste instantie wilden we fun hebben naar de Noordkaap. Maar omdat iedereen daar een goed doel aan hangt en daar gigantische bedragen mee worden opgehaald, dachten we, we moeten een goed doel hebben. Toen kwam het benefietconcept voorbij. En uiteindelijk, een drager van het gen, Marije School, is bevriend met mijn broer zijn vrouw. Ja. En ja, toen hadden we drie invalshoeken. Als ik nou drie keer tegen die Huntington aanloop, dan moet het worden. Ja. Ik zeg er eerlijk bij, op het begin dacht ik, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ze hebben 4 miljoen nodig. Ja. Wat kunnen wij daar nou in betekenen? Maar ja, je gaat erin geloven en je ziet dat er zoveel acties landelijk georganiseerd worden. Ik denk dat het gaat lukken. Ja, want jullie hebben ook een aardig bedrag bij elkaar weten te rijden. Voor ons doen wel, ja. 13.676 euro, zeg ik. 771. Nou, het is al meer. Ja, goed. Bijna 14.000 euro. Ja, het is giga. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zet je zoiets op poten? Ik ben begonnen met een Facebookpagina. Zoveel mogelijk likes proberen te verzamelen. Ja. En al onze zakelijke relaties benaderen. Met het idee van, bij een heel groot bedrag krijg je een ijstaart. Ja, het stelt niks voor, maar gewoon een beetje mensen triggeren van het is leuk en het is echt voor een goed doel. We hebben gelukkig een heleboel goede relaties, dus dat ging echt hard. Ja. Hoe lang hebben jullie erover gereden eigenlijk? Want hoeveel kilometer was het? Ja, ze zeggen 7000 kilometer. Ik heb niet op de teller gekeken. In 8 dagen, waarvan 1 dag een fun dag is. Dus dan sta je echt stil met de wagen. Okay. Dus laten we zeggen 1000 kilometer per dag. Eén etappe van 30 uur gehad, die was wel zwaar. Dat geloof ik. Maar ook etappes van 300-400 kilometer. En dan samen met je broer in de auto, vaste rolverdeling? Ben jij de piloot en hij de navigator of wisselt dat? Op het moment dat we de coördinaten krijgen, dan ben ik de navigator. Maar omdat de rit zo lang is, moet je wisselen. Hmm. Dus zodra ik de rit heb uitgezet, nam ik het stuur weer over als hij er zin in had. En zeker met die etappe van 30 uur, dan wisselde je soms om het half uur. Ja. Omdat geen vermoeiend ruzie was. Nee, geen ruzie. Broerenruzies gehad. Nee, alleen maar nog meer liefde. Al in voor een volgend avontuur? Ja, ik ben er wel voor in. De volgende rit van Navigate Noord gaat naar Rusland. Oké. We hebben nog geen toezegging gedaan, maar ja. Het smaakt naar meer. Ja, zeker. Buiten die bijzondere ervaring ook weer dat goede doel. Het voelt gewoon heel fijn. Dat blijf je wel combineren dan? Ja, zeker weten. Ja. En Frans, hoe is het met het Huntington? Zijn daar nog plannen voor? Nou, je weet, ik ben lid van de Lions Club. En we hebben altijd ergens in augustus met 2 andere Lions Clubs een golftoernooi. En in principe zal het goede doel voor dat golftoernooi ook worden opgehangen aan Huntington. En daarnaast blijf ik natuurlijk rondkijken of er nog meerdere mogelijkheden zijn. Okay. Want ja, die 4 miljoen, wat Frank ook zegt, die 4 miljoen moeten gewoon komen. Ja. Jij houdt ons op de hoogte van de Huntington. Jij houdt ons op de hoogte van de rally prikkelen. Dank dat jullie aan de tafel wilden komen. Graag gedaan. Graag gedaan.